Als ik aan de hand van de afgelegde weg per frame kijk, dan kom ik uit op een snelheid van ongeveer 85 km per uur. Wat iets langzamer is dan de geadverteerde 110 km per uur. Maar ik denk dat ik dat allebei wel kan overtreffen. Dit is een 5-2 clip zoals je die misschien wel kent en zoals ik hem meestal zou gebruiken. En dit is de clip die ik in dit project ga gebruiken. Wat is het verschil behalve de grootte? Nou, deze die laat 5000 liter door. En als je iets wil wegschieten, is dat wel lekker. Dit is het mechanisme zoals ik dat gemaakt heb. Ik heb dit deel gefreesd en dit deel gedraaid. En samen kunnen deze twee delen twee dingen doen. In de ruststand staat de plunje naar achter en dan staat hier luchtdruk op. Op die manier staat hij klaar om te vuren, kan er hier een bal geladen worden. Als je dan wil vuren, gaat hier de druk af en dan komt er in deze kamer druk. En die lucht kan alleen maar hierheen. Daardoor gaat de plunje naar voren, duwt de bal in de loop. En zo gauw deze gaten dan uitlijnen met deze kamer hier, dan kan de lucht daar doorheen, pam, de bal wegschieten. Nou, zo gauw dat dan klaar is, gaat de lucht weer daarop, schiet hij weer terug, kan de volgende bal erin en kan dat hele proces zich herhalen. Oké, zo met de veer erin werkt het echt een heel stuk beter. Hij gaat nu keihard hierheen, knalt die bal weg en ja, het werkt gewoon. En hij gaat ook wel automatisch terug. En dat gedoe met die lucht, dat is nu weg. Dat is heel fijn. Het maakt ook niet meer uit dat die lekt, want je hebt gewoon in één keer die burst lucht. Ja, als er dan aan alle kanten lucht uitkomt, is helemaal niet erg. Zolang het meeste er maar hieruit komt. Dus, ik moet alleen nog een kleine aanpassing doen. Die ga ik doen en dan ga ik je in detail laten zien hoe het werkt. Met de veer werkt hij dus nu wel een klein beetje anders. Om hem te schieten gaat het eigenlijk nog hetzelfde. De lucht gaat er nog steeds hierin. En die drukt eerst hier de plunje naar voren. En hoewel hij hier langs de randen al een beetje kan lekken, komt de grote stroomlucht pas echt naar deze dingen toe, naar deze gaten. Als hij de hopper hier heeft afgesloten, of het magazijn. En om dan terug te laten gaan, ja, dat is nu wat eenvoudiger. Dat gaat gewoon met die veer. Deze kamer, ja, die is nu over, want hij komt vanzelf al terug met de veer. Dus we hoeven hier geen lucht meer op te zetten. Maar dan vraag je natuurlijk af, ga je wel die 5-2 klep gebruiken of ga je dat met een andere klep doen? Nou, dit concept in plaats van die veer had volgens mij ook prima met 2-2 kleppen gekund. Twee gewone kleppen. Maar 1, die heb ik niet. En 2, ik heb deze al wel. En ik kon die 2-2 kleppen niet met zo'n hele grote doorlaat vinden. Dus ja, deze heb ik al, werkt als een malle. Dus ik ga gewoon deze gebruiken, terug met de veer. En dan gaan we door. Ik heb voor nu dit magazijn gekocht. Het is een standaard magazijn. En ja, die werkt dus zo dat als je hier dit palletje indrukt, dan kunnen de balletjes vrij eruit. Hoep, hoep. En ja, mooi concept. En dat moet het wapen dus ook kunnen doen. Dus het idee is dat deze twee dingen doet. Je moet hem erin kunnen klikken en moet hem vasthouden. Daar heb ik dit mooie veermechanisme voor bedacht. En hij moet dus dat palletje aan de kant kunnen drukken. Dus als het goed is, als ik dit erin doe, dan ja, kunnen de balletjes eruit. Kijken. Nou, dat lijkt te werken. En
Om dit allemaal straks aan elkaar te maken en er ook echt een Nerf gun van te maken, ga ik hier komen hele gave aluminium plaat aan de zijkant die alle componenten samenhouden en dus dat mooie geweer maken. Dat is nu nog niet, dus ik ga nu even een testje doen. Dubbelzijdig tape ertussen, plak ik er aan vast. En dan heb je, ja, in essentie heb je het dan al natuurlijk. Gewoon om te kijken of het werkt voordat ik alles verder af ga maken. De loop zit er, of de loop. Het magazijn zit er niet super goed aan vast, maar wellicht goed genoeg voor een eerste test. Hoe intens vet. Hij doet het gewoon. Ik merkte wel, je voelt hier af en toe wel wat lucht uitkomen, maar ja, dat zei dan maar zo. En hij blijft erop zitten, dus dat is het belangrijkste. Dit is zo vet. Dus wat ik nu moet hebben, ik moet aluminium platen eromheen. Loop hier vast op, zo'n eindstuk, een stok heet dat in het Engels. En dan moeten we er echt een geweer van gemaakt. En er moet natuurlijk wat elektronica in. Helaas, maar want ik wil hem automatisch hebben. Volautomatisch of burst, ben ik nog niet helemaal over uit. Maar dat je in ieder geval twee verschillende standen hebt. Ik wil gewoon de stand standaard, gewoon bam, één keer schieten. En dan de stand dat je, ja, of dus volautomatisch, kijk hoe snel we kunnen gaan. Of burst, dat je gewoon 3 of 5 schoten achter elkaar doet. Dat lijkt me best wel vet. Laten we dat gaan maken. Oh, wacht even. Je zou dit natuurlijk prima kunnen doen met de standaard WD-40 blauwe bus zoals we hem allemaal kennen. Maar speciaal voor veel eisende taken heeft WD-40, de sponsor van deze video, een range met specialist producten ontwikkeld. En dit zijn producten die specifiek zijn ontwikkeld voor de veel eisende gebruiker. Dus ze zijn ontwikkeld om één taak super goed te kunnen doen. En in dit geval gebruik ik de boor- en snijolie. En ja, de naam zegt het al. Ideaal om mee te boren en te snijden. Ik gebruik het op de draaibank, ik gebruik het om te tappen, om te boren en zelfs als ik op de lintzaag stuk aluminium moet zagen. Ideaal dus. Het plaatwerk is binnen. Ik moet hier nog een paar gaten in boren en dan kunnen we alle dingen erin gaan zetten. Daar is hij dan. Helemaal af. Lucht zit erop. Laten we eerst de test gaan doen. Dit is echt de allereerste test. Ik heb hem nog niet zelf geprobeerd. We're hot. Laten we de andere kant op schieten.
Ik weet nu niet of die op rapid fire staat of op single shot. Maar daar komen we snel genoeg achter. Oké, dat was dus single shot. Maar, we hadden nog een modus. Oh. Oeps. Ik heb de hele loop eraf geblazen. Die zat nog niet vast. Daar gaan we. Poging 2, rapid fire. De loop zit weer vast. Het is tijd om te gaan testen. De meetlat zit op zijn plek, de slow-mo camera staat op zijn plek. Ik ben er klaar voor. Maar, laten we eerst nog eens even kijken waar we vandaan kwamen. Wat onze baseline is. Ja, hij schiet. Klopt, daar is alles mee gezegd. Want deze doet het beter. Laten we eens even kijken. Dat lijkt er meer op. Maar dit was single shot. We hebben ook rapid fire. Zijn we klaar voor rapid fire? Komt ie! Ik denk dat we wel kunnen vaststellen dat die van mij net even wat harder schiet en wat vaker achter elkaar. Maar laten we de slow motion beelden gaan bekijken. Nu was het mijn idee om hier hele gave shots te laten zien, net als met de speelkaarten schieten, van hoe hard die ballen precies gaan. Het enige is dat je op de slow motion shots de ballen nauwelijks ziet. Ik heb wel kunnen bepalen dat ze boven de 400 km per uur gaan, maar echt zeker weten hoe hard ze gaan, dat weet ik niet. Wel heb ik hier een mooi vergelijk. Dit is 10 keer vertraagd. Nou is dit natuurlijk niet bedacht om echt schade aan te richten. Het is gewoon bedacht om een bestaand speelgoed iets net even een paar stapjes verder te trekken, dat het niet meer echt speelgoed is. Maar we hebben natuurlijk nog steeds gewoon de schuime balletjes. En ja, om echt ergens doorheen te kunnen schieten, bijvoorbeeld deze kartonnen doos die ik zo ga proberen, heb je zowel snelheid als massa nodig. Want ja, als je geen probeer maar zo'n pingpongballetje heel hard te gooien. Maar we gaan eens kijken. Heel gaaf. Zoals je ziet richt hij dus niet heel veel schade aan zo'n kartonnen doos. Hij schiet eigenlijk gewoon niet doorheen. En dat komt met name door die rubberen balletjes. En dat is eigenlijk wel fijn, want het is helemaal niet de bedoeling om een of ander gevaarlijk wapen te maken, maar meer om een stuk speelgoed, wat wel grappig is, naar iets wat eigenlijk net geen speelgoed is, maar super vet. En dat is volgens mij wel gelukt. Dus, maar je begrijpt ook wel, ga dit nou niet thuis namaken. Deze gaat ook zeker mijn werkplaats niet verlaten. En als je meer van dit soort video's wil zien, kijk dan even de link hier. Tot de volgende. Rip it!